Meneer Berghuis maakt zich zorgen. Van blemen en shamen naar veilige zorg. Beste arts, verpleegkundige, specialist en iedereen die werkzaam is in een ziekenhuis. Dit is meneer Berghuis. Hij moet zo onder het mes voor een open hartoperatie. Maar erg gerust is hij er niet op. Is dit wel oké? Vorige week zag hij nog een tv-uitzending over fouten in Nederlandse ziekenhuizen. Er is de laatste jaren veel gedaan om de patiëntveiligheid te verbeteren. Maar nog steeds wordt in de Nederlandse ziekenhuizen niet altijd veilig gewerkt, met mogelijk ernstige gevolgen voor de patiënt. De media en de politiek zitten er dan ook bovenop. En iedere keer, bij elke catastrofale fout die er gemaakt wordt, is er bij alle partijen en ook bij de zorgprofessionals zelf dezelfde reflex. Wie is de schuldige? Want schuldige moet gestraft worden, ontslagen en aan de schandpaal genageld liefst ook nog. En natuurlijk moeten er nieuwe maatregelen en extra regels komen. En sowieso moet iedereen die in een ziekenhuis werkt beter opletten. Maar straffen en roepen dat iedereen beter moet opletten gaat ons niet helpen. Degene die de schuld krijgt van een fout is namelijk bijna altijd iemand die juist uitstekend heeft opgelet, maar die in een zodanige situatie zat dat het wel fout moest gaan. Maar ik heb goed opgelet. Een collega die cruciale informatie had moeten doorgeven, kom eraan, was weggeroepen naar een spoedgeval. De patiënt had vlak voor de operatie verkeerde medicijnen gekregen, waardoor in de OK een hevige bloeding optrad. In de status stond verkeerde informatie. Iedereen die zich maar een klein beetje verdiept in wat er misgaat in ziekenhuizen, zal het beamen. Fouten zijn zelden of nooit de schuld van een individuele zorgprofessional. Het ligt bijna altijd aan een samenloop van factoren. Miscommunicatie, haperende technologie, afgeleid worden. Een cultuur waarin mensen elkaar niet aanspreken. Aan het systeem dus, waarin zorgprofessionals met elkaar werken. Alleen, dat fouten uit het systeem voortkomen wil natuurlijk niet zeggen dat de individuele zorgprofessional niets kan doen. Tja. Als fouten worden uitgelokt door miscommunicatie of haperende technologie, dan kan iedereen daar juist wel wat aan doen. Kijk maar even mee. In alle ziekenhuizen worden tegenwoordig fouten en bijna fouten geregistreerd in een veiligheidsmanagementsysteem. Dat registreren wordt soms een vervelend corvée gevonden. Totdat men met die meldingen iets gaat doen. Want dan wordt opeens duidelijk waar fouten eigenlijk vandaan komen en hoe je met soms heel eenvoudige ingrepen enorme verbeteringen kunt boeken. Door het analyseren van fouten gebeurt er nog iets. Je gaat anders naar je omgeving kijken. Het valt je opeens op dat een collega medicijnen uitdeelt op het drukste moment van de dag. Het is bezoekuur, er rijden karren met eten rond en de helft van het team is met pauze. En moet je zien, ze heeft de afdelingstelefoon nog op zak ook. Als je ideeën hebt over hoe dat beter kan, breng die dan in het teamoverleg. Andere interessante techniek, simulatiedrill. Een artsassistent wordt naar de verloskamer geroepen, waar een simulatiepatiënt ligt met een niet te stoppen bloeding. Los het maar op. Een leerling verloskundige leest het protocol punt voor punt voor. De artsassistent instrueert het behandelteam. Na afloop wordt alles nabesproken. En dan leer je dat je niet moet vragen wie gaat er even bloed bestellen, maar dat je iemand moet aanwijzen. Dat je niet zomaar moet aannemen dat de verpleegkundige na het bloed bestellen wel weer terugkomt, maar dat je dat moet afspreken. Ho ho, kom meteen terug. Je leert om, voordat je een ingreep gaat doen, met het hele team een korte time-out te nemen. En te vragen, zijn we goed bezig zo? Wat missen we nog? Uit ervaring blijkt dat je zoveel meer grip op het proces krijgt. En dat je bovendien meer als een team gaat opereren. Ieder vanuit zijn eigen expertise, maar wel gelijkwaardig. Iemand aanspreken als er iets fout lijkt te gaan is dan opeens niet meer eng, maar volkomen vanzelfsprekend. Oh ja.
De meeste mensen vinden het zo ook veel prettiger werken dan op de traditionele manier, waarbij de hoogste in rang alle orders uitdeelt en de rest maar moet volgen. Zelf iets verzinnen dat de aandacht voor veiligheid verhoogt, kan natuurlijk ook. De chirurg van meneer Berghuis bijvoorbeeld vertelt het operatieteam altijd even kort iets persoonlijks over de patiënt. Dit is meneer Berghuis. Hij is 53 jaar en hoopt volgende maand voor het eerst opa te worden. Reken maar dat iedereen dan net wat scherper is. De komende jaren gaan alle zorgprofessionals in Nederlandse ziekenhuizen verder werken aan het verhogen van de patiëntveiligheid. En daarbij wordt dus ook een beroep op jou gedaan. Ik? Een voorgeschreven methode is er niet. Ieder kiest de aanpak die het beste past bij de situatie ter plaatse. Het zal vooral draaien om competenties als samenwerken, de omgeving veiliger maken, beter communiceren, leren van fouten en waar nodig excuses aanbieden, een cultuur creëren waarin je kritisch mag zijn en je meer bewust worden van waar de risico's nou eigenlijk zitten. En allemaal hebben we hetzelfde doel. Een zorgsysteem waar geen enkele patiënt meer het slachtoffer wordt van medische fouten. Waar dus ook geen enkele zorgverlener meer de dupe hoeft te worden van een systeem dat faalt. En waar meneer Berghuis over een maand inderdaad opa wordt. Ho, 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 ho. Wat kan ik nu doen? Voor meer informatie, kijk op ikwerkveiligindezorg.nl. Deze film werd gemaakt in opdracht van Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Federatie van Universitair Medische Centra en de Orde van Medisch Specialisten.